gasten. Welkom bij een nieuwe video. Het roofvisseizoen is weer begonnen. En altijd aan het begin van het nieuwe seizoen pak ik lekker de dropshot erbij. Ik pak altijd grote sets. Een paar verschillende kleurtjes. Dit weekend was ik in Zwolle. Toon van Ham die was daar en ik vroeg hem van joh, wat zijn een paar mooie kleuren. Nou, dit was er één van. Dropshot manier dus. Fluor carbon, ongeveer 1,5 meter. 30 centimeter tot mijn loodje. En dan gaan we gewoon heel rustig vissen. En het mooie van de dropshot is dat je hem gewoon even kan laten staan. Tikjes kan geven, even kan laten staan. Je kan hem heel rustig kan je hem vissen. En op die manier kan je gewoon snoekbaars heel makkelijk uitlokken. Ja, om je aasje te pakken. Maar ik heb nog geen worp gemaakt. Het is het nieuwe seizoen. Ik ga smijten. Dit is dat dropshot, hè. Je ziet me lekker kleine tikjes geven. Ik heb een dikke staart erop op de shed. Dus die maakt lekker veel beweging. Zo flap, flap, flap. Dus daar mag je ook best wel lekker mee spelen. Mag je een paar goede tikjes geven af en toe. Begin een beetje met actief vissen. Als dat niet werkt gaan we net even wat rustiger vissen. Dat is het mooie van de dropshot. Je kan het gewoon op verschillende manieren vissen. Dus dat is lekker. Nou nog een vis. Dan ben ik helemaal blij. Daar is alles over kwijt. Hij zei dat jij geknoopt had. Nee, dat had ik niet. Dat had ik niet. Ik zei knoop zelf maar in de auto. We lopen even een stukje die kant op. Hier heb je nog een brug. En daarachter zag ik een stroming inlaat. Dus daar loop ik gelijk even heen. Stroming zorgt natuurlijk voor een hoop reuring onder water. Kleine vis raakt in de problemen. Grote vis gaat daar jagen. Dus we gaan eens even kijken of we er daar eentje kunnen vangen. Dat zou heel mooi zijn. Toch eerst maar even een paar worpjes hier. Dat ziet er wel goed uit. Even kijken. De stroming is daar. Top. Hoor. Nou, we kunnen zo even hier omhoog lopen en dan kunnen we naar de overkant, Mick. Dat is beter voor jou. Ja, denk ik. Maar ja, hè? Ja, zo heel die. Ja. Maar, wat daar. Ja. Gek als je het niet doet. Ik zag die stroom en toen was het ja. Daar leggen ze. Ja, gaan we. Kijk eens jongen. En ik heb wel liften of niet? Ja, ik heb wel liften. Wat een poepie. Lekker ja, ik gast. Heb hem lekker jongen. Wil jij me net niet even pakken, dan zal ik hem liften. Ik ga liften, ik kan gewoon liften. Oh, jij kan ons best liften. Heb je hem? Nee. Kijk. Hey. Dat ging best. Hij ging er vandoor. Ja, maar wel mooi in het water. Nummer 1. Lekker jongen. Lekker grappie. Hoi jongens. Zo, ik ben van de nul op. Lekker joh. Waar had je hem? Overkantje in het midden. Ja, maar hey, nu gaat het los, want Dave vangt altijd de eerste vis. Dat wel, meestal wel ja. Trommel even hangen. Dat is echt een prestatie. Eerste tokje, dan kan ik gelijk verzilverd. Lekker man. Nog een eentje pakken. Hoor je dan gewoon, moet ik echt maar de eerste is een feit, de eerste is een feit, dat is lekker. Ja. Dat was ook wel echt een monster. Ja, ik gooi hem wel tegen de andere kant aan, dan gaan we rustig terug. Ja. Dat was een betere. Dat was een dikke bonker, jongen. Ja, wat denk je? Lekker gaf. Wat denk je? Wat denk je? Whitebeck. Dat is maar één kleur voor mij. Dat is altijd maar één kleur voor mij. Hij is ietsje groter, hij is niet veel groter. Maar... Kijk eens, jongen. Elke keer daar. Dat is de tweede. Nummer 2. Daar. Zo raar. Heeft hij normaal weer.
Nummer 3. Ja, maar hij weet precies waar hij moet gooien. Ja, hij gooit ook met chat. Ik mis net een mooie man. Dit is een muur. Nou, kijk, gooi vrij. Hou hem nog even los. Lekker, Dave. Gooi vrij. Nummer 3. Ja. Allemaal op hetzelfde stekkie. Foto? Nou, vind ik wel goed. Misschien worden ze niet meer groot, hè. Oké. Ja? Zo, nou, Dave die vangt er net 3 op de chat. Dus ik pak even de BKK OCD-box erbij. Dat is trouwens echt onwijs must-have om mee te hebben. Dit is zo chill. En Dave die vangt gewoon weer een vis boven mijn hoofd. Maat. Lekker, boys. Dave staat te takelen, jongens. Deze wel vandaag hebben, maar... Heel erg lekker staan te vissen zo. Nou, dat snap ik. Hij is boos, deze mens. Ze zijn gretig, hè? Ik heb hem even uitwippen. Hier maar lekker bij, man. Even uitwippen, hè. Kip, 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 kip. Hij ligt gewoon los in lekker dan. Is hij bekzepen? Nee, hij is goed gehaakt. Niet zijn bek dicht doen, hè? Nee. Heb je ruzie? Nee. Hij wil nog raar hebben, hè? Een kijkcheckie. Ja. Kijk eens. Hij topper. Als het u. Nou, mooi visie. Nummer 4 is ook wel erg fijn. Pop het lijkt schot. Pop het lijkt schot. Ja, we hebben weer kijk. Oh. Nee, valt wel mee. Het is een heel kleintje. Als ik de slip zo open heb staan, dan sla ik me even raak. Nee? Ja, van die korte armpjes. Ja. Nou, dan pak ik ook even. Ah, lekker. Eerste weer, in tijden. Lekker, grap. Ah, leuk. Het zijn niet de grootste vissen. Maar het is vis. Maar vis is vis. Kijk, is mooi onthaakt. BKK, 7 gram. Die wilde hij wel. Nou, goed gevangen. Leuk klein visje. Ik heb de camera gewoon twee seconden. Even één touw weg met de camera voor dit. Ik ging al. Kijk dan, hij slept gewoon mijn camera. Hij weg? Mooie vis, man. Hoe had je dan? Lekker, man. Ik stond gewoon even lekker met de shed. Kite-techie eraan. En hij wilde hem wel. Nou, 7 lekker. Gram BKK. Loodkopje. Wacht er weer. Wop. Ja. He's gone. Lekker, boys. Lekker. Ja, hangen. Hey. Ja, Kevin ook. Ook een huge, man. Unit. Nou, jongens, iedereen heeft er een binnen. Behalve Mickey. Een keer wat anders. Normaal is Mickey altijd. Maar ook Kevin heeft er een, hoor. Hoppakee. We hebben hem op gevangen. Heel klein checkje. Applaus erbij. Ja, ik hoorde ook applaus. 7 gram Aqua 2 BKK loodkoppie met een... LMB Kofi eraan. Lekker, man. Hoppa. Lekker. Hij is bijna net zo groot als je chat, maar... Lekker, joh. Gaat schouw zwemmen, wordt maar heel groot. Dat is het, man. Lekker. Eerst eens binnen. Zo, pas jij op, neef. Dat was verdomme bijna mijn oor. Naar die stroming. Zo, nou even dit kantje nog proberen. Mooi schuin over waar we ze net de hele tijd pakten. Even vanaf een andere kant. Dat kan die vis ook wel weer misschien triggeren. Kom topje hoog, zo min mogelijk lijn in het water. En dan hebben we 3, 2, 1, hangen! Hangen! Hoppakee! Ja. Hoppa! Oké. Okay. Dat is een mooie.
dit is een hele mooie vis. Mooi hè? Dit is een snoekbaars. Kijk wat stekels die heeft. Kijk eens. Het zijn dikke stekels hè? Ze zijn heel scherp. Ja, die wil je niet aan het hebben. Dat is mooi het hè? Wil je hem aanraken? Ja, hij pakt hem zo beet. En doe maar zijn staart. Heel zachtjes hè, heel zachtjes. Oh, die schaaf. Gaaf hè? Ja, nippen, nippen handjes. Leuk hè? Ja, ik gooi het even. Maar dit is een mooie man, hij is heel mooi gekleurd. Mooi snoekbaarsie. Hele mooie donkere. Ik moest even wachten op jullie hè. Hele mooie. Deze gaat weer lekker terug. Ja. Een plonsie. Een donker ding man. Dat was een flinke plons was dat. Ja, kenbeuren. Zo, we zijn weer een stukje aan het lopen. Toen we hier op de auto, of toen we hier aan het rijden waren. Op de auto zaten. Toen zag ik hier een stroming uitlaat. En wat ik net al zei, daar ligt sowieso vis. Daar liggen die dikke. Tuurlijk. Dus wij lopen alvast even. We doen alvast een worpie. Ja. Kijken of we een mooie eruit kunnen toveren voor jullie. Hop. Even dan. Wow. Hier kunnen echt dik aan het jagen zijn. Het ziet er hartstikke goed uit. Ja, hangen! Lekker Kev, was er weer eentje? Ja man, nou we zeiden het, mooie stroming, op mijn haki, 7 gram, haakmaat 2.0 weer, op de nees. En deze kleur, dat is echt mijn favoriete kleur van nees. Maar je ziet het, je vangt er gewoon goed snoepbaars mee, dit is de 2 en 5 minuten. Twee stekjes, deze gaat er gauw terug. Maar joh, wat een opening van het seizoen, deze gaat er lekker zwemmen. En nou wil ik een hele grote. Yes. Hop. Lekker man. Hoppa. Met de arm in de Mitella. Wat is dit dan? Oh, een baars, mooie. Dikke baars. Lekker joh. Kijk eens. Ik ben echt aan het helpen jongens. Jemig. Zal ik hem ontwaken voor je? Oh, je had een kreefje eraan gedaan. Ja, we hebben een kreefje. Leuk. Kijk eens. Wat voor kreefje is dit? Kijk eens. Het is een Lamappe kreefje. LMAB. Lekker Mick. Nou, iedereen is van de nul af en Mick, je hebt een compleet ander soort dan de rest. Ja, ik denk ik doe even wat anders. Commentaar is gebakerd. Hij is wel een beetje dun, hè? Prachtig Mick. Super. Die baasje. Lekker. Donk. Kreupele Mickey met de Mitella. Good hand. Lekker. Nou, we zijn echt heerlijk aan het vangen. Het is prachtig weer aan het worden. Zonnetje schijnt. Gaat lekker hè Daan? Ja man, drie soorten challenge hè, je weet het. Ja, de drie soorten challenge. Moet er nou nog echt even een hele dikke vangen? Nee, maar dat is goed. Maar dan is het scorebord is 2 baarzen, 2 snoekbaarzen, 2 snoeken. Nee. Ja, nee. Nee joh. Maar we staan in ieder geval lekker te vangen. En het wordt warm ja. En ik ga er nog even vangen. Dat is de stroming. Dat zet die vissen aan, jongen. Gaan ze gewoon een beetje lekker liggen wachten. Totdat de vis in de probleem. Lemer raakt! En los, jammer. Oh, jammer. Goeie vis. Ja? Goeie vis. Dat was echt een goede vis. Verdomme. Kan het dan dat je het niet? Ja, had het denk ik niet goed in zijn bakjes of zo. Kijken. Het heeft je slip een beetje open. Nee. Vissen. Ja, we zijn net al een keer, je moet toch net buiten de scherming vissen, dat leggen we zijn. Ja, dat was een goede tip van jou. Ja, hangen! Hoppakee. Lekker Dave, bedankt voor je tip man. Lekker. Ik zei het toch, even net buiten de scherming. Was hij net? Ja, die keer wel liggen toch? Bootflip! Lekker man. Gas, waar staat de titatakel hier jongen, dat is niet normaal. Lekker man. Huts, Anifo. Nees, BKK. Loodkopje. Ik zei net nog, ik wil hem iets zwaarder vissen, maar dat ga ik dus niet doen. Haakmaatje 2. Snoekbaars nummer 5. Jou? Ja, 5. 1, 2, 3, 4,
Ja, ik heb er 5. Ik heb er zelf 5. Dan gaan we weer zwemmen. Fake news, jongens. Hij heeft er 4, Daan heeft er 1, is 5 totaal. Ja. Gaat-ie. Ik ben echt totaal niet verder. Ik heb er 5. Mickey doet spek en beuntjes mee vandaag. Maar ik had er onder de brug. Zo, jouw 4 door. Oh ja, ik had er 2 onder de brug. Daar geen 3. Nou, hier werden een paar gevangen. Daar liggen een paar boten. Lijkt wel iets van zandboten. Daar gaan we ook even onder gooien. Even verticale. Hopelijk vangen we daar nog een paar. Yo, Anne. Yo. Ja. Mooi revers. Snoekbaarsje. Ben je het net of niet? Een pak, hè? Heb je het nodig? Huh? Heb je het nodig net? Nou, nah, net aan. Het is beter als je een pak denkt. Oei, oei, oei. Nice. Oh, deze is een keer gepakt, joh. Pakt hij die lijn, ja. Pak je hem over? Heb je hem? Ja, spartelen. Voel als een kop helemaal... Ja, mooi, man. Ja, lachen. Ik kwam nog een klein snoekbaarsje onder het bootje vandaan. Dus gaat lekker zo. Wel mooi, grappig, man. We vangen vooral snoekbaars. En vooral dit maatje. Deze is een keer goed gepakt. Ja, het gaat snel terug. Hij gaat gauw terug en gaan we gewoon door. Oké. Woppa! Bam! Het begint een beetje te regenen. We zijn inmiddels terug op het eerste stekje waar we begonnen zijn. Net hadden we hier geen prijs, maar Mickey blijft ons verzekeren dat als we hier iets vangen, dat het boven de 60 is. Dus blijf proberen. Een paar worpies staan, ik sta bijna droog. Zij staan droog. Ik ga het meemaken. Dave, ben je even ondergescheten, hè? Over mij gekumpt. Maat, je gaat eerst volledig in de hondstront staan. Ja, ik heb dit voor je, man. En nou dit. Je spaart ze allemaal. Even een doekje halen, man. Even een wc-papiertje. Nou. Maar zeker welkom. Weer gevangen op de Nees. Maar gaan we lekker zwemmen. Mooie vis, mooie kleur. Let's go.
Met een plonsie. Hoi. 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 Hoi man. Lekker. Nice. Ja, dames en heren, dat was hem weer. We hebben echt genoten. Fucking veel vis gevangen. Zeker. Vooral snoekbaars, hè? Ja, het is de enige baarsie. Ja. Hij ging voor de drie soorten challenge, maar niet helemaal goed. Ja, maar mijn baars was groter dan jullie snoekbaars. Ja. Baars boven baars, hè? Baars boven baars. Baars boven baars. Nou, gasten, vond het een mega leuke dag. Eindelijk, we mochten weer. Vind je dit soort video's nou vet? Like even, abonneer op dit kanaal. Abonneer ook even op zijn kanaal, Bro Fishing. Like haar Insta vooral, hè? TikTok, al die shit. Alle likes. We zien je de volgende keer weer bij een nieuwe video van de Baarstakelaars. Doei!